Het Suriname Heritage Festival is vandaag afgesloten te Redidoti in het district Para. Het was de zevende editie van het festival dat als doel heeft saamhorigheid en respect voor elkaars cultuur te bevorderen. Dit haalde Sherida Mormon aan. Ze is de trekker van het festival. Een onderdeel van dit festival is het Nana Fest, oftewel het ananasfeest. Tijdens dit feest zijn diverse ananasproducten, als ook de typische inheemse cultuuruitingen, aan de bezoekers gepresenteerd. De kapitein van Redi Leslie Artist, is blij met het initiatief om het Suriname Heritage Festival naar het dorp te brengen. Hij zei dat Redi Dotti in een adem genoemd kan worden met de ananasteelt. Het Nanafest valt volgens Artis samen met het begin van de oogsttijd van de ananas. Het dorpsbestuur wil dit product op een hoger niveau brengen en binnenkort wordt in samenwerking met Pierre Condré een eerste ananasverwerkingsbedrijf geopend. Het dorpshoofd bracht dank uit aan het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme voor de ondersteuning aan het dorp voor wat betreft de productie en verwerking van de ananas. Minister Steven Sang van HINT gaf aan veel toerismemogelijkheden te zien in Reddydoti. Volgens hem moet dit een jaarlijks terugkerend festival worden. Sang zei verder dat de ananasboeren van Reddydoti en Pierre Kondre met het teelt van dit product een primeur in Suriname hebben.